kwaad ben, dan kan ik heel goed Tilburgs. Als ik in het buitenland ben, dan praat ik altijd Tilburgs, want dan kunnen ze me toch niet verstaan. Elke tweede woensdag van de maand komen Tilburgers samen voor het schrijfatelier in de Lokhal. Ze zijn lid van Stichting Tilburgse Taal, een stichting die het Tilburgs dialect wil koesteren. U heeft een passie voor de Tilburgse taal, dat mag ik wel zeggen, toch? Dat kunt u wel zeggen, ja. Ja, dat is, ja, Tilburgse taal, dat is voor mij alles op het ogenblik. Ik ben gepensioneerd en sinds mijn pensioen ben ik daar op een eigenlijk intensieve manier mee aan de gang gegaan. En het is eigenlijk steeds verder uitgegroeid. Ja, dus het is passie. Het Tilburgs dialect, als je het van huis uit meegekregen hebt, dan is het niet moeilijk. Maar als je als buitenstaander hier in Tilburg komt, dan is het best wel moeilijk. Tilburgs wordt ook wel door de buitenstaanders een ordinaire taal genoemd, omdat er klanken in zitten. Als je die op de verkeerde manier uitspreekt, dan wordt het zo knauwerig. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Deze Tilburgers laten vanavond in hun beste Tilburgs een verhaal horen met als onderwerp het carnavalsmotto van volgend jaar. Want gij loopt de godsgaanse nacht hier in meneeren, dat je ook kont in die keuken niet kunt keren. Ach, Ank, het is helemaal geweldig. Zullen we dat dan maar doen? De deelnemers zijn op de eerste plaats gek op het Tilburgs dialect. Het doet mij terugdenken aan mijn jeugd. Ik heb in mijn jeugd dus Tilburgs gesproken. En de jeugd die praat het helemaal niet meer. En dat vinden we toch wel heel erg jammer, want er zitten zulke prachtige woorden bij in het Tilburgs die niemand meer kent en die we dus gewoon eigenlijk alleen maar uit het boekje moeten halen. Het Tilburgs dialect, dat is dus een cultuurerfgoed. En cultuur, daar moeten we zuinig op zijn. Dat moeten we aan onze volgende generatie doorgeven. Dus, en op deze manier proberen we dat aan de mensen door te geven.